Hallo mensen, mijn naam is Alex Steffa. Ik ga voor jullie vandaag weer een vlog opnemen. Ik moet vandaag wel naar school, dus misschien gaan jullie wel een stukje zien van school. Ik heb vanavond ook gesprek. Ik moet nu wel snel een beetje doorlopen, want ik moet zo naar school. Zoals jullie dus zien, ik wil jullie vandaag meenemen in een vlogje vandaag. En ja, kijken we waar het op uitloopt. Ik moet in ieder geval vanavond dus gesprek. Het gaat over school, omdat school niet zo heel goed gaat. De cijfers zijn niet de hoogste. Verder, ja, heb ik een tussenuurtje vandaag. Wat ik normaal niet zou hebben, dus dat is wel chill. Verder heb ik twee toetsen die ik nog moet doen. Biologie en wiskunde. Wiskunde is een toetsje op de computer waar je een soort, ja, soort puzzels of zo zijn het. Het zijn, ja, best wel simpele, tenminste voor mij simpele opdrachten. Dus ik ga nu even de duurder doen. Loop naar binnen, pak mijn spullen en ga ik... Hallo mensen, daar ben ik weer. Ik kom net van school. Ik heb vandaag op school een biotoets gemaakt, die ging wel goed. Ik heb ook nog een wiskundetoets gemaakt, die ging wel, ook wel goed. Ik had een 8 of zo, maar voor mijn doen is dat niet echt goed of zo. Ik had veel hoger kunnen hebben, maar ja, ik heb niet goed gelezen. Verder heb ik bij bio een gesprek gehad met docent over dat ik misschien hulp ga krijgen, omdat het, ja, thuis gaat niet heel goed en gewoon ik kan me niet concentreren en ja, ga ik hulp krijgen op school. Dat is wel nice, want ja, het gaat gewoon op school niet zo heel goed zoals ik vanochtend had gehoord. En de cijfers zijn niet echt denderend of zo. Ja, verder ben ik nu weer thuis. Ik ga nu even naar mijn kamer, denk ik. Even een beetje op mijn laptop of zo. Even tot mijn ouders thuis zijn. Dan moet ik vanavond nog een gesprek op school. Omdat zij het niet over zijn. Met mijn mentor. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Verder ga ik even lekker wat eten. En ga ik even gewoon chillen. Dus ik zie jullie zo meteen misschien gewoon. Laat eens. Hallo mensen, daar ben ik weer. Ja, zoals ik jullie net al verteld heb, ik heb ook een gesprek op school gehad met een leraar. En die heeft me geadviseerd om naar zo'n hulp te gaan op school. En ik kan jullie wel een beetje uitleggen hoe dat komt. Bij mij thuis gaat het al jaren, nou ja, een heel poosje gaat het al niet goed. En ik ga er al voor naar de psycholoog, maar ja. Psycholoog die, ik weet niet of die snapt wat ik allemaal heb. Dus ja, dat heeft niet echt heel veel nut. En ik heb niet echt heel veel profijt van. Dus het zou wel fijn zijn als ik geholpen word. Maar dat komt vooral omdat het, zoals ik al zei, het gaat thuis niet goed. Ik kan moeilijk concentreren. Ik heb dyslexie, maar dat is niet op papier vastgesteld. Ik heb eigenlijk ook een bril nodig, wat ook wel bijhelpt aan toetsen maken, want ik lees heel vaak fouten verkeerd of ik snap de vraag daardoor niet, omdat ik woorden niet zie of door elkaar haal. En ja, dat is best wel lastig. En ik ben ook een jongen die best wel vrolijk is altijd op school en buiten. Is wat. Dat doe ik vooral omdat dan niemand merkt dat ik zo ben. Want ja, het is niet leuk als je weet dat iemand het niet echt lekker in zijn vel zit. Ja, verder doe ik dat ook omdat vooral de mensen om me heen dus er geen last van hebben. En ik ben ook op school heel erg vaak gewoon druk en vrolijk. Maar ja, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zelf. Want ik ben van mezelf best wel heel erg rustig en in mezelf. En niet heel erg met anderen. Maar ja, anderen zullen altijd wel denken dat ik leuk en vrolijk ben. Verder, komt waarschijnlijk wel door vroeger, omdat ik vroeger gepest ben. Dus ook eigenlijk het slechte gewoon maar van me aflag. Zodat mensen er niet grappen meer over maken of niet meer gaan pesten. En ja, dat is best wel lastig. Maar ja, dat gebeurt nou eenmaal. Er zijn mensen die worden gepest, er zijn mensen die pesten zijn. Er zijn mensen die helemaal niks hebben met anderen, die niks meer ergens mee bemoeien. En er zijn mensen die er gewoon geen last van hebben of het niet eens doorhebben. En ik ben dus degene die niet de pester, maar degene die gepest werd. En dat is natuurlijk een beetje fucked up. Maar
Ik probeer natuurlijk niet hiermee te zeggen dat ik zelf heel zielig ben of zo. Want ik ben totaal niet zielig. Ik heb een hele leuke vriendin. Die steunt me in alles. En alles en iedereen. Daar komt voor mij op tegen alles en iedereen. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Maar ja, het is niet het makkelijkste leven wat je hebt. Want het duurt voor mij allemaal wat langer. En niet omdat ik het niet kan. Maar om... Ja, wel, omdat het niet kan. Ja, ik kan het wel, maar het lukt gewoon niet. Omdat er gewoon te veel speelt in mijn leven, weet je wel. En dan is het gewoon lastig om alles te doen zoals anderen het doen. Het duurt bij mij soms wat langer om iets te maken of iets te doen. Omdat ik vaak afleiding zoek in dingen die ik leuk vind. En dan laat ik school of andere dingen wel eens versloffen. En dat is voor andere mensen en voor mezelf eigenlijk ook best wel lastig. Want ja... ik heb VMBO TL, oftewel MAVO heb ik gedaan. En ja, toen heb ik een jaar MBO gedaan en dat was helemaal niet goed gegaan. Want ik heb op een gegeven moment 6 weken weer niet naar school gegaan. Ik heb tegen alles en iedereen gezegd dat ik gewoon ging. Maar ja, dat was dus uiteindelijk niet zo. Dus iedereen geloofde het eerst, maar ja, daarna niet meer. En daarvoor ben ik ook naar de rechter geweest, omdat je natuurlijk in Nederland moet je naar school... Tot je 18e sowieso. En dan daarna moet je nog een bepaald niveau halen. En ja, dat had ik niet. Dus ik heb daarvoor 15 uur taakstraf gehad. Dat is heel weinig. Gelukkig maar, want ja, het is niet fijn om taakstraf te doen. Echt niet. Je moet werken voor niks. En het is niet omdat je het leuk vindt zoals vrijwilligerswerk. Want dat is vaak nog best wel leuk. Maar dit was niet echt omdat ik het leuk vond of zo. En nu zit ik op HAVO. Maar ja... Ik kon net zo goed HAVO gelijk gaan doen, want ik heb het niveau ervoor. En ik had in de eerste of de tweede van de TL/MAVO al naar de HAVO kunnen gaan. Maar ja, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, omdat ik daar niet veel voor deed. Omdat ik dus met andere dingen aan mijn hoofd zat. En ja, daardoor doe ik dus eigenlijk nu al 2 jaar langer. Want als je in 4 TL na 4 HAVO gaat, dat scheelt al 1 jaar. Dan blijf je soort van er zitten, maar dan ga je wel een niveau over. Maar ja, ik heb eerst MBO gedaan, dus dat is nog 1 jaar extra. En als ik dit jaar niet ga halen, dan moet ik helaas een andere opleiding gaan zoeken. En dan kan ik niet stoppen met school, want je moet altijd school blijven houden. Maar dat gebeurt nou eenmaal. Zo zitten mensen in elkaar. De een doet het wel, de ander doet het niet. De ander, één kan het wel, de ander kan het niet. En ja, dat is voor nu wat ik jullie wil vertellen. En... Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Ik heb natuurlijk ook nog wel andere dingen. Maar ja, dat is niet echt iets om nu gelijk te vertellen. Want het zijn best wel grotere dingen die... Ja, op school weet ze het nu wel. Maar niet iedereen hoeft dat gelijk te weten. Want ja, mensen kijken toch anders naar. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet gewoon kijken naar iemands eerste indruk. En niet omdat iemand heel anders is ineens heel anders gaan reageren. Dat is natuurlijk ook niet leuk. En ja... Ik moet dus vanavond nog naar een gesprek met mijn mentor. En ik ben benieuwd wat daar weer uitkomt. Want mijn cijfers zijn niet echt dennerend, zoals ik al zei. En mijn motivatie is er ook niet echt. Omdat ik meer met anderen bezig ben. Maar ja, we zullen het zien. Hallo mensen, daar ben ik weer. Ik ben net teruggekomen van een mentorgesprek. De mentor heeft eigenlijk in het kort gezegd dat... Ik niet zo goed weet, sowieso weet ik al niet zo goed wat ik wil worden en wat voor opleiding ik wil doen. Dus ja, de motivatie is sowieso niet voor school. Ook heeft hij gezegd dat het slim is om misschien naar een mbo-opleiding te kijken. Wat misschien inderdaad wel handig is, want ja, als ik dit jaar niet haal, dan kan ik niet over. Omdat ik niet zo goed weet wat ik wil worden, is waarschijnlijk mijn motivatie ook helemaal niet zo hoog. Dus ja, vandaar. En door misschien discipline, of tenminste regelmaat in mijn ding te houden, in mijn dag te houden, is... Ja, zal het misschien nog wel beter gaan. En misschien ook krijg ik wel extra begeleiding op school, zoals vanmiddag al zei. En ja, dat is in het kort een beetje wat de mentor heeft gezegd. Dus, maar mensen, ik ga hierbij de video afsluiten. Vonden jullie dit een leuke video? Druk dan even op blauw duimpje omhoog. Wil je meer van mij zien?
druk dan even op het abonneerknopje. Vond deze video zo leuk dat je denkt van, nou, dit moeten meer mensen zien. Deel het dan ook gewoon even op Facebook, op Twitter of zo. En volg me even op Instagram. Voeg me even toe op Snapchat. En voeg me even toe op Facebook. Alle linkjes staan in de beschrijving. Dus daar kan je dat vinden. Nou mensen, later. Peace out.